Yo. Yo. Beetje hey. Hol hier, Roos, sorry. Ja, hey, wat deed je ook weer na? Piep, 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 was Mario, hè? Mario, over die vuurbal. Ja, die vuurbal, hè. Maar, kijk. Mario, volgens mij is het de spel die jij ooit mee opgegroeid was, hè? Denk ik aan. Ja. Hoe vaak heb je die uitgespeeld? Uitgespeeld? Nou, één. Nou, ik denk dat dat zeker wel 15 tot 25 keer is, gewoon omdat dat makkelijk is. Hoe snel was dat? Dat weet ik niet, maar het ging steeds sneller. Op een gegeven moment weet je al die barbs van. Maar jij ging vorig jaar deel 1 spelen, ik deel 2. Ja, hoe lang heb je erover gedaan? Deel 2? Deel 2, weet ik niet. Wat, dat was een kwartier of zo? Kwartier? Maar heb je ook al Mario series allemaal uitgespeeld? Ik bedoel, kijk, je hebt Mario 1, Mario 2, Mario... Mario 1, 2 en 3 heb ik sowieso uitgespeeld. En toen heb ik ze opnieuw uitgespeeld in All-Star. En ik heb Mario Lost Levels bevonden. Die Mario RPG die had. Weet je die? Op de RPG? Het is gewoon Mario RPG, heb ik uitgespeeld. Oh, dat weet ik niet meer. Het is over series. Ja, kijk, nu heb je ook de Game Boy Mario. Hè? Je hebt de Game Boy Mario. Die had mijn broertje had die eigenlijk altijd. Ik vond mezelf van de Game Boy nooit zo leuk. En je hebt op de Wii heb je ook heel veel Mario's. Papers, hè? Paper Mario, Galaxy. Weet je, die Mario Parties vind ik alleen niet leuk. Nou, sinds wanneer ben je eigenlijk gestopt met Mario? Sinds het te vaak uitkwam. Ik denk dat het een beetje rond de tijd van de Nintendo, na de Nintendo 64 ben ik gestopt. Oh, oké. Okay. Super Mario 64 was echt vet. En dat was het. Maar kijk, nu hebben we even over consoles. Hoe zit het met handheld? Handheld? Ik speelde het alleen op vakantie. Vroeger echt vaak als ik thuis kwam met een eentje, als ik naar mijn oma bijvoorbeeld ging, had ik een Game Boy meenemen, maar tegenwoordig alleen maar puur voor vakantie. Dus de handheld zeg je eigenlijk ook wel, ja, die kunnen eigenlijk een beetje weg, zou ik zeggen. Bij wijze van spreken wel, en dan één keer in het jaar neem ik het mee. Maar tegenwoordig speel je ook heel vaak op je iPhone? Onweinig. Op mijn iPhone ga ik meer een beetje krampen lezen, een beetje zo'n puzzelspelletje, best niks. Oh, oké. Okay. Nou, dankjewel Dennis.